Hey, hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex. Even een korte intro van dit filmpje. Dit filmpje heb ik opgenomen op zondag 27 mei 2018. Ik heb wat problemen met mijn camera en ik heb twee gedeeltes opgenomen. Ik heb een stuk opgenomen van een vlog, een mededelingenvideo. En daarna heb ik nog een stuk opgenomen van een half uur. In dat half uur, het laatste half uur van de vlog, is verloren gegaan door een bestandfout. Daardoor is deze vlog wat korter en daarom zit er geen slot aan deze video. Helaas ben ik dus een half uur kwijtgeraakt. Echt hartstikke balen. Maar ik wou jullie toch deze beelden laten zien. En ik kom zeker weten een keer terug naar deze locatie. Om een keer een gewone vlog op te nemen. En dan gewoon van een half uur. In ieder geval wens ik jullie allemaal veel plezier met kijken. Dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is inmiddels zondag, einde van de middag, uur of vijf is het en ik wou nog even een wandeling maken in het Vogelenzangpark. Ik ben hier al een keer eerder geweest, daar heb ik toen ook gefilmd en ik moet nog een aankondigingsvideo maken. Die video weet ik nog niet of ik die gelijk ga posten, maar dat krijgen jullie vanzelf al te zien. Want ik heb een hele grote aankondiging. Maar voor de time being moeten jullie nog heel even geduld hebben. Zal zeker weten, zal die aankomende week of volgende week online komen. Ik weet nog niet precies wanneer. Maar dat gaat vanzelf wel goed komen. En dan heb ik een grootse aankondiging. Want er komt weer wat nieuws op mijn kanaal. Er komt weer wat nieuws op mijn kanaal. Wat het is, ga ik nog niet zeggen. Maar hoe heet dat? Jullie gaan het vanzelf, gaan jullie dat wel zien, vanzelf gaan jullie het wel meemaken. Er komt weer een hele nieuwe serie komt er op mijn kanaal. Nou, inmiddels zijn we lekker aan het wandelen. En ga ik vanavond weer even livestreamen, GTA. Uiteraard ga ik vanavond weer livestreamen op mijn kanaal. Doe ik altijd natuurlijk, s'avonds GTA gezellig. Ik hoop dat er weer ook mensen komen. Ramonski en Esther is altijd wel leuk. Ramon, Esther en Kevin. Dat zijn toch wel, is toch wel ontzettend leuk als die bij mij in de party zitten en lekker gezellig mee kletsen. En dan maken we er altijd een leuke gezellige avond van. Jullie weten het inmiddels wel. Dus vandaag. Nou, ik ben in ieder geval aan het lopen. Ik ben mijn telefoon vergeten. Voor mij ligt hij nog in de auto. Maar dan gaan we daar zelf eventjes zoeken. Ja, voor de rest kijk naar de mooie landschappen. Je hoeft helemaal het spijkenissen niet uit om mooi in het groen te lopen. Kijk eens eventjes wat een groen natuur allemaal. Dus bos is genoeg hier ook. We gaan even een stukje verder lopen. En dan gaan we wel even kijken. Nou, jullie hebben het gisteren gezien. Jullie hebben gisteren de vlog gezien van het brand in Europa Park in Duitsland. Het was een enorme brand. Waarschijnlijk is een soort wildwaterbaanachtige attractie die naast het themagebied liep, is ook beschadigd. Schijnen ook dingen verwoest te zijn, dat weet ik nog niet zeker, want dat heb ik alleen maar van Twitter berichten heb ik dat gehoord. En
Het is dus een enorme brand en het is vandaag eigenlijk de day after. Ik heb nog niet echt veel beelden kunnen zien. Een paar waren er te maken, maar een paar beelden gezien van wat er eigenlijk overgebleven is. Van het Scandinavië gedeelte, het Nederland gedeelte. Maar er is niet veel meer van over. Wat ik gezien heb was dat alles weg was. En ja, treurige zaak. Een enorme klap voor Europa Park. Wat toch een van de grootste, of het is een de grootste pretpark is in Europa. Het is echt een gigantisch gebied. Ik zei het gisteren al, het was ongeveer een hectare van 5 à 6 voetbalvelden wat verloren gegaan is door de brand in een enorme vuurzee. Ik heb vandaag eigenlijk nog even wat andere video's terug zitten kijken en het was echt enorm. Wat een enorme brand. En ik heb eigenlijk ook mijn video nog even terug zitten kijken, want ik had nog niet eigenlijk de videobeelden. Eigenlijk ja, ik heb even snel zitten editen natuurlijk. Maar toen was ik eigenlijk zo bezig met mijn stem onder de video zetten, dat ik eigenlijk de video zelf, die ik dus geplaatst was na de foto's, zag ik op een gegeven moment een stukje van de brand. En dan zie je pas wat, wat de verwoesting van de brand aanrichtte in Europa Park. Dus alles opnieuw opbouwen. Het is uithuilen en opnieuw beginnen. En het is eenmaal zo. Er is helaas niks meer aan te doen. Het is niet meer terug te draaien, helaas. En treurig allemaal. Allemaal treurige zaken. Ik had zelfs nog een berichtje van DaVinci Games. Hartstikke leuk dat Vincent met zijn grote YouTube-kanaal een berichtje plaatste op mijn kanaal. Video was natuurlijk wat minder. De omstandigheden waren wat minder. Het ging natuurlijk over de brand bij Europa Park. Maar ik vond het wel ontzettend tof dat Vincent even een berichtje achtergelaten had. Vincent, bedankt. Voor de putten naar zonder elkaar. Nou ja, alhoewel Rozenburg legt natuurlijk niet voor de putten. Het eiland voor de putten is Rozenburg van afgescheiden. Want Rozenburg is gemeente Rotterdam. Maar toch streekgenoten onder elkaar. Eilandbewoners onder elkaar. Toch hartstikke leuk. Nou, ik ga dus even lekker dadelijk even een stukje opnemen. Ik heb dus een hele belangrijke aankondiging. Die komt aankomende week of volgende week. En dan komt er een aankondigingsvideo wat ik van plan ben. Want er staat weer wat leuks te gebeuren op mijn YouTube kanaal. Wat het allemaal is, dat ga ik natuurlijk nu niet zeggen. Want anders dan is de intro of de anders is de de aankondigingsvideo niet van toepassing. Oh, ik kom nou van een hele andere kant, joh. Vorige keer kwam ik hier vandaan. En nu kom ik gewoon van deze kant af. Dat is weer een andere ding. Hier stonden eerst ook die bizons altijd. Je ziet het nog wel een beetje aan de stront wat op de grond ligt. Dus het is duidelijk, je ruikt het ook een beetje. Maar ja, jullie hebben geen geurtelevisie, dus dat ruiken jullie niet. Maar hier stonden de verleden keer die bizons. Maar ik heb nu nog geen bizon gezien. Het lijkt wel dat ze weg zijn of zo. Normaal kwam je altijd hier de bizons altijd tegen. Maar ze zijn spoorloos. Ze zijn helemaal spoorloos. Kijk, hier ligt nog een slachtoffer. Kijk, daar ligt er weer een hoor. Zo'n lekkere koeienvlaai. Of een, wat is het? Bizonvlaai. Dus, maar de beesten zelf zijn in geen velden of wegen te bekennen. Dus vandaag. Nou, ik ga deze maand proberen. Of nou ja, deze maand is bijna voorbij. Maar volgende maand ga ik toch proberen voor het Efteling abonnement te gaan. Ik wil toch een Efteling abonnementje gaan nemen. Zodat ik wat meer in de Efteling kan vloggen. Lijkt me wel hartstikke leuk. Ik zit alleen met het punt dat
ja, dat ik dan ook alleen naar de Efteling moet. Want er zullen niet alle dagen dat ik ga, zal een ander kunnen. En de enige die ook een abonnement heeft, die ik ken, is Kevin. En ja, meer mensen, meer smaken hebben we helaas niet om af te spreken om naar de Efteling te gaan. Dus moeten we nog even kijken hoe ik dat ga doen. En ja, Kevin is de enige met een Efteling abonnement. Ik weet niet of dat Ramon nog voor een Efteling abonnement ging, maar die zit ook met geld en met gedoe allemaal. Mijn haar zit ook helemaal niet. Ik heb een bad hair day vandaag. Maar ja, ik wil toch eigenlijk wel kijken voor een Efteling abonnement. Lijkt me wel leuk. Om, kan ik wat vaker leuke vlogs maken voor in de Efteling. Efteling is toch wel een leuk park. Dus hier zijn we weer bij de bekende ophaalbrug. Dan ga ik nu een keertje niet even opnemen. Want dat heb ik de vorige keer al een keer een... wat was het ook weer? Voor mij voor social media of zo. Heb ik toen een video gemaakt. Het was hier bij deze ophaalbrug. Deze. Kijk, die brug was er dus. Dus dan gaan we nou eens even een andere locatie zoeken. Want er zijn nog meer leuke plekjes hier in de omgeving om een filmpje te maken. Nou, het is inmiddels al een stuk koeler als wat het eerst was. Ik loop nog wel in mijn t-shirtje met korte mouwen en in mijn korte broekski. Maar ja, het is een stuk frisser. Het heb vanmiddag of vanochtend vanmiddag heb het zelfs geonweerd. Er is ook het een en ander aan regen gevallen. Dus ja, het is al een stuk aan het afkoelen. Het was natuurlijk de afgelopen dagen echt ontzettend warm is het geweest. Dus het is nu al een stuk minder gelukkig. Dus het is een stuk beter te doen, ook met het lopen. Als het echt zo bloedheet weer is, dan ga je niet zo gauw even in de kokend hete zon even een filmpje opnemen. Ja, ik had gisteren dus die vlog van Europa Park. Ik had een paar uur daarvoor had ik ook een vlog opgenomen. En die vlog die is mislukt. Ik kwam er achter dat toen ik die film had opgenomen, was eigenlijk bij mij in de buurt in het park. Toen wou ik eigenlijk op mijn camera even kijken wat ik opgenomen had. En dat deed hij al niet. En toen had ik al zo'n gevoel van, oh jee, hij zal toch wel gefilmd hebben. Nou, toen kwam ik thuis, toen was het bestandje corrupt. Dus al het werk voor niks. We gaan eens even kijken. Ik loop hier over het bruggetje heen, denk ik. Nou, laten we dat zomaar eens even gaan doen. Zo. Ja, deze brug die hebben we al eens een keer gefilmd. Dus dat vind ik nou echt helemaal niks. We gaan maar eens even kijken of we een ander leuk plekje kunnen vinden. Dit strandje is ook misschien wel leuk. Om daar ja, ik kon nog geen video te maken. Maar wat is dan daar? Ja, dan krijg je die bomen op de achtergrond. Dat zou ook nog kunnen, maar nee, nee, het is niet echt wat ik zoek. Ik zoek echt een leuk plekje. Ik zoek echt een leuk videoplekje om die video op te nemen. Dus we gaan wel eens eventjes kijken wat het wordt. En dan ben ik dadelijk weer bij jullie terug.